Oh ja, oh! Wow, joehoe! Dat ijzeren ding breekt gewoon eerder dan de blaadjes. Wat is op mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar interessante spullen die geplet worden. Ja, simpeler dan dat kan het eigenlijk niet. Maar we gaan dus kijken hoe een machine allerlei spullen gaat pletten. Voor de slimme mensen onder ons, het heet een hydraulische pers. Maar we gaan gewoon beginnen, orgs in en let's go. Het eerste voorwerp wat we krijgen, een drinkbeker. Oh kijk dan, dit is best wel satisfying eigenlijk. Oh, oh, er zit ook water in. Waarom zou je dat doen? Oei, oei, oei. Maar dit is natuurlijk metaal, dat kan gewoon. Oh, papier. Oh. Of is dit een gum? Oké, dat is duidelijk. Wanneer je papier plet, het splash uit elkaar. Tenzij het een gum was. Dan neem ik mijn woorden terug. Oh nee, ze gaan zo'n sliert spuiter doen. Oké. Ja, hij spuit. Oh. Oh mijn god, wat gaat er gebeuren? Oh mijn god. Oké. Hij gaat door en door. Maar op een gegeven moment moet alles ontploffen, denk ik, toch? Of niet? Oh ja, hey, ik heb gelijk. Oh, ziek man. Wow. Nee, ik vind het toch best wel interessant. Zijn dit kaarten? Oh, wow. Wow. Hey, we zijn aangekomen bij de explosies. Besef hoe hard je wel niet moet drukken. Wil je een pak kaarten laten exploderen? Een Rubik's Cube. Oh, dat ging niet zoals ik verwachtte. Het was net gewoon alsof alles zo uit elkaar viel. Oké, en ze gaan hier munten pletten. Oké, muntjes, kom maar op. Oh. Zo. Oh, hij gaat scheef. Wow. Andere hoek. Hij ging opeens scheef, hè. Kijk. Ja, hij gaat opeens scheef. Oh, die tafel verschuift gewoon. Oh, het zijn net pannenkoeken nu. Een wekker. Ja, dit is een manier om je wekker te stoppen, denk ik. Rip de wekker. Is dit slijm? Of nee, wat is dit? Ja, volgens mij is het slijm, hè. Oh, dat kan je... Oh, wow, het gaat omhoog. Ja, inderdaad, slijm kan je ook niet echt pletten. Kon ik jou ook wel vertellen? Thomas de trein. Wauw, hoe komen ze hierop? Oh, rip Thomas de trein, man. Oh. Dat voelt een beetje naar. Een maiskoffie. Hij denkt, ik heb genoeg gehad van het speelgoed. Ik ga over tot de groente. Oh. Oh, wat is dit dan? Is het zeep? Nee, oh, jelly, oh. Of kaarsen. Ik weet het allemaal niet, mensen. Dit is een zoete aardappel. Ja. Splash. Oh, lege mannetjes. Ja, die vliegen allemaal gewoon weg. Oh, bijna allemaal. Oh, nee. Ja, die pech. Ik dacht heel even dat die tong van die kikker helemaal uit ging steken. Ik weet niet waarom. Oké. Allemaal blaadjes. Oh, wat gaat hier gebeuren? Oh, hij gaat erop af. Oh, hij drukt er gewoon doorheen. Huh? Oh! Hij loopt vast! Liep je nou letterlijk vast? Wow! Hey, die blaadjes hebben het gewoon overleefd! Oh, wat stopt hier nu bij? Een ijzerding of zo. Oh mijn god, dat ijzer gaat geplet worden of niet? Oh nee, huh? Hij komt er gewoon niet doorheen! Hey, die blaadjes zijn kapot sterk! What? Oh, nog iets. Oké. Je komt gewoon niet door de blaadjes! Holy shit. Hij gaat door. Oh ja, oh. Wow, joehoe. Dat ijzeren ding breekt gewoon eerder dan de blaadjes. Zo, hé. Moet je kijken dan. Hé, dat is toch niet normaal. Balletjes, hij stopt er balletjes bij. Oké. Ga dit iets helpen, mensen. Ga dit iets helpen. Oh. Kijk, hier loopt hij weer vast. Kom op, push hem verder. Oh, man. Dat is toch crazy? Hey, je moet geen grapjes maken met papier. Wat is dit dan? Oh, is dit een squishy of zo? Oh. Oh. Huh? Oh. Ik dacht dat hij zou splashen. Maar het is toch altijd wel een gok van hoe gaat het nu weer squishen? Oh, dit komt weer naar buiten. Dit gaat één keer. Ja. Oh. Oh. Wow. Wat is dit? Het explodeerde. Hey. Wat was dat? Oh, CD's. Oh, dat is ook interessant. Wow. Huh? Hey, die explodeerde ook. Alles explodeert opeens. Oh nee, niet de olifant. Oh nee, hij wordt gesplet. Oh wow. Huh? Wat is dit voor spul? Oh, is dit er nog één? Oh, is er nog één, hè? Of niet? Oh nee, dit is een andere. Dit is iets anders. This guy denkt, ik heb geen idee meer. Ik ga gewoon speelgoed pletten. Oh wow. Nee, oh, dat ziet er zo zielig uit. Nee, meer speelgoed. Oh, waarom zou je dit doen? Wat is jouw probleem? Oh, maar al het speelgoed
plet wel anders of zo. Oh nee, Lego blokjes. Hé, hij gaat ver, man. Maar kijk, zo zie je het toch niet eens. Huh? Oh. Oh. Lekker net tentakels, man. Besef even, dat zijn gewoon keiharde Lego blokjes. En ze komen er zo helemaal squishy uit. Wat is dit? Een schelp. Of niet? Oh, weer zo squishy of zo. Oh. Oh, een pompoen. Die gaat wel splashen. Die gaat splashen. Boom, net zoals een meloen. Oh, nee. Nah, shit, ik had het fout. Oh. Oh. Dit is wel satisfying, though. Sponsjes. Oh. Oh, die kan je dus niet pletten. Ah, oké. Vond ik wel een interessante. Slijm. Is dit slijm? Oh. Maar dat kan je ook niet pletten, toch? Ja, dat stroomt er gewoon langs. Dat vind ik dan weer zo nutteloos. Is net alsof dat je water gaat pletten of zo. Stroomt er gewoon langs. Huh, wat is dit dan? Kaarsvet. Nee, of, huh, wat is... Oh, ik weet niet wat het was, maar het was cool. Oh, dit is toch ook weer zo'n nutteloos standpasta. Ja, het squished eruit. Wat verwacht je dan? Nou, misschien wel handig voor wanneer die leeg is. Net dat kleine beetje nog uitpersen. Kleurpotloden. Nee, zeg je potlood, hoe heet dat? Krijt. Oh. Oh, wow. Oh, cooler dan verwacht. Een brandende kaars. Oké, ook interessant. Maar we zien... Oh, huh? Huh? Maar dat is toch niet leuk? We zagen het niet eens. Kraaltjes. Ja, maar die gaan ook gewoon opzij, toch? Oh, oh. Wow. Sterke dingen, die kraaltjes. Hij kon op een gegeven moment namelijk niet meer verder pushen. Oh, die vind ik al leuker. Een rechtstaande kaars. Oh. Wow. Kind of satisfying. Wat is dit? Is dit eten? Ja, dat is eten, hè? Oh, hoe heet dat spul ook weer? Ah, ik weet niet meer hoe dat spul heet. Maar dat is inderdaad van het eten. Mensen, help me even. Oeh, balletjes. Oh. Oh. Ik verwacht altijd dat ze gaan splashen of zo. Maar ze doen het nooit. Er zit gewoon een soort van gel-achtig spul in. Wat is dit? Een zoete aardappel of zo? Of is dit een ui? Nee, wat zeg ik allemaal? Huh, wat is dit? Oh. Hey, ik ben echt dom, man. Weer kaarsjes. Ik vind kaarsen toch wel echt super satisfying. Vooral zo op het einde. Oh, kokosnoten. Oh, kijk al dat kokosnootwater dan. Oei, oei, oei. Kijk hem drukken. Oh, oh. Smurrie. Ik dacht trouwens altijd dat kokosnootwater super lekker zou zijn. Maar als je het water van zo'n bruine kokosnoot drinkt... Sorry, ik vind dat niet lekker. Maar je hebt ook zeg maar zo'n andere soort kokosnoot. Zo wit of zo. Die vind ik wel weer lekker. Maar jullie moeten het maar eens proberen. Oh nee, deze beweegt ook nog. Nee. Oh, kijk hoe zielig. Oh. Hoe heet zo'n ding? Een Furby of zo? Oh, nee. Oh, tennisbal. Hier ben ik wel benieuwd naar. Volgens mij gaat die ook. Boom. Oh, nee. Toch niet. Ik had het fout, mensen. Broccolietje. Wow, broccoli squish. Wel lekker, hoor. Oké. Meer zeepblokjes. Hij heeft wel rare zeepblokjes, man. Zo, deze komen er ook hard uit. Oh, oké. Hier ben ik wel benieuwd naar. Een elastiek balletje. Oh. Hij kan niet... Oh, hij gaat wel verder. Oh, alle elastiekjes. Oh, nee, nee. Gaat deze wel ontploffen? Jawel, toch? Hoe kan dat? Hoe kan die niet ontploffen? Ik had vroeger namelijk ook zo'n bal van de kermis gewonnen of zo. Maar die dingen gingen altijd gewoon kapot. Oh, hij gaat een kaars met een ijzeren omhulsel pletten. Oh, we zoomen in. Oh, oh. Dit is toch wel interessant, moet ik zeggen. Anders ging ook via de rechterkant eruit of zo. Nog een blokding. Oh. Maar deze wordt wel gesquished. Ei, ei, ei. Meer spultjes. Nee. Dit is net zoals... Oh, hey, dit ding explodeerde ook. Wat is dit? Oh, zijn dit van die orbies? Oh, die gaan ook helemaal uit. Ja, oh. Ja, dat is best satisfying, deze wel. Oh, armbusje. Nee. Ah. Wat heeft deze guy tegen speelgoed? Oh, dit is zo'n stressbal. Toch ook zo squishy. Ja, ja, ja. Ah, oh, damn. Huh? Een kaasschaaf? Hoe kom je hierop? Oh. Zo, die plet eigenlijk best wel lekker. Oh. Oh, hij moet doorgaan. Hij moet doorgaan. Het geld. Oh, hij gaat niet door. Waarom gaat hij niet door? Hij denkt zo van, hé, is mijn doekoe? Wegwezen. Sushi. Maar wat voor sushi is dit? Ook squishy of zo. Oh, oh, oh. Ja. Is dit gewoon letterlijk drinken? Nee, is, oh, is slijm. Oké, ja, ja, ja. Ik heb toch het gevoel dat alles er meer aan de rechterkant uitstroomt of zo. Lego toren. Oh, die dacht van nee, ik ga niet geblet worden. Oh, wat is dit dan? Wat gaat er gebeuren? Oh. Misworm de eend. Oh, hij heeft nu allemaal kaarsen. Die allemaal aanstaan. Oh, kijk, en nu gaan ze al uit.
Oh, wow, spaghetti slierte. Oh, dat was ziek. Oh, een blikje cola. Oh, waarom zit daar slijm in? Wat? Oh, zeehond. Wow, explodeerde de zeehond. Oh, limoen. Valt echt mee hoeveel sap daarin zit, hè? Een waterflesje, oké. Wow, die schiet gewoon naar de camera. Oh, ze gaan nu kraaltjes drukken in een dichte ruimte. Oh, er gebeurt niks. Oh, daar komen ze. Oh, oh. Interessant. Ja, ja, ja. Oh, is dit slijm of wat is dit? Altijd als ik van die balletjes zie, denk dat het slijm is. Maar, nee, dit is geen slijm, hè? Of wel? Ik weet nog steeds niet wat het is. Oh, de worteltjes. Ze liggen er niet eens goed in. Ze passen er niet eens in. Oh, wortelsap. Oh, oh, oh. Oh, een soort puree gewoon. Oh, huh? Hij stopt, hij stopt. Kan hij niet verder of zo? Wat zijn dit voor ballen? Oh, wow. Oh, nee, dit is ook niet lekker. Oh, je breekt zijn rug, man. Oh, nee. Hij plet hem ook gewoon half. Oh. Zeepblokjes. Deze spetter er ook uit, denk ik. Oh, nee, toch niet. Het is toch interessant om te zien. Want wanneer komen er nou sliertjes? Wanneer spettert iets? Je weet het niet. Oh, allemaal potloodjes. Dit worden sliertjes. Gewoon van die echt lange slierten. Juist, ik wist het. Oh, ze vallen zo heel langzaam. Nou ja, goed mensen. Dat waren wel genoeg dingen gepland voor vandaag. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later.